We staan hier vandaag met Jan Maarten Heideman en we staan natuurlijk in Dronten. En wij gaan kijken naar het studententeam Haven Amsterdam Skits. De Amsterdamse studenten schaats, wieler en skielervereniging. Het team waar Jan Maarten dit seizoen onderdeel van is. Jan Maarten, ja, je hebt al heel veel titels gehad in de sportwereld. Maar dit wordt wel een kroonjaar, of niet? Ja, dit is echt voor mij superleuk. Ja, eigenlijk zit je tussen de Willy Wortels in en ja, jij bent de schaatsprofessor aan het worden. Ja, is gewoon, ik voel me helemaal als een vis in het water hier. Ja, we gaan kijken naar de ploeg, die gaan we voorstellen. Je bent ook werkzaam in Dronten dit seizoen. Ja, we staan hier op de piste van Lesjewild en ik werk hier bij Lesjewild. En ze hebben dan hier hebben een fietsenwinkel, schaatswinkel, de ijsbaan en een hele grote sportschool. En ik werk overal wat. Ja, ik heb begrepen dat Lammert dus jou binnen heeft gehaald hier. Welke functies ga jij precies doen? Waar ga jij je op specialiseren? Ja, in ieder geval specialisme is dat zijn de fietsmetingen. We doen de fietsen, racefietsen, mountainbikes helemaal precies de goede hoogte instellen. En dat, ja, mensen, sommigen willen zo hard mogelijk kunnen fietsen. Anderen die willen zonder rugklachten of schouderklachten kunnen fietsen. Dus daar gaan we echt mee aan de gang. En ik geef ook personal training en werk dus in de sportschool. En ik ben ook in ieder geval in de fietsenwinkel aan het werken en overal. En ik geef ook training aan de jeugd hier. Skieletraining, fietstraining. Echt veelzijdig en ontzettend leuk werk. We gaan eens even kijken naar het studententeam waar jij in gaat schaatsen. Want wij zijn benieuwd wie wij natuurlijk gaan zien. Bart van de Vlug, yes. Onderdeel van het team. Yes. Bart, wat studeer jij nog en wat waren jouw sportieve prestaties al? Ik ben inmiddels afgestudeerd werktuigbouwkundige. Mijn beste prestatie tot nu toe is denk ik nog de eerste plek op het NK junioren. Kijken we even al naar de toekomst. Ga jij wat leren dit jaar van de schaatsprofessor naast je? Ik ga zeker wat leren van Jan Maarten. Ik heb in het verleden ook al een jaar met hem mogen trainen bij Husqvarna. En een hoop geleerd. En ik denk dat het dit jaar ook wel goed gaat komen. Wij gaan het volgen. Erik Volent. Erik, wat studeer jij en wat waren jouw mooiste prestaties tot nu toe in de sportwereld? Nou, ik ben momenteel aan het promoveren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ik doe onderzoek naar bloedvaten. Mijn mooiste prestatie, denk ik, van afgelopen jaar is hier 15e plek bij het NK in Dronten op de marathon. Ja, dat is... Jouw studie, is die al van invloed op de schaatssport in de toekomst, denk jij? Nou, tot nu toe ben ik daar gewoon puur zakelijk mee bezig. Ik verdien me daar mijn brood mee. En met sporten, dat is nog niet van toepassing. Ik doe het nu naast mijn sporten. Mijn studie voornamelijk. Ja, dat betekent dus dat jij meestal mensen onder de loep neemt die al behoorlijk wat problemen met de bloedvaten hebben. Ja, precies. Daar doen we onderzoek naar en daar proberen we iets nieuws voor te vinden. Als we kijken naar het nieuwe seizoen waar we nu mee aan het voorbereiden zijn, heb je ze voor jezelf al doelstellingen gemaakt?
Nou, ik hoop weer een stapje beter te zijn dan een afgelopen seizoen. Specifieke doelstellingen heb ik nog niet, maar ik ga me goed proberen te laten zien op de ijsbanen. En hopelijk met een groepje een mooi rondje pakken en daardoor een goede uitslag rijden. Ben je een natuurijsman of een kunstijsman? Kunstijs, ja, kunstijs, toch wel. Binnen dus? Ja, of buiten op Jaap Ederbaan, dat mag ook. Of op Biddinghuizen hier in de buurt, hartstikke mooi. Dus ja. Super, bedankt. Kevin Flores, Kevin, in het team vertegenwoordigd ook. Wat studeer jij op dit moment nog? Ik studeer op dit moment niet. Ik ben werkzaam bij de sponsor CJ Hendricks. En wat doe jij daar voor activiteit? Wat doe ik daar voor activiteit? We zitten daar op een groot magazijn en dan doen we wijn pikken voor de winkels. Ah, heel interessant. In een studententeam, dan zou ik zeggen, en wijn. Past dat bij de sport? Nou, ik drink het zelf niet, dus op die manier wel. Maar... Okay, als we kijken naar jouw sportieve gedeelte, wat waren voor jou afgelopen jaren de mooiste sportieve momenten? Holland-Venetië toch, daar was ik 9e. Dat was heel mooi, dan moesten we 2 keer klunen. Dat is wel bijzonder. Nou, de klunprofessor staat naast je. Hij is ooit met klunschoenen bezig geweest. Ja, ik heb hem daar ook bezig gezien. We kwamen over een beeld. Toen zag ik hem gauw zijn ijzers wisselen. Dus dat was mooi om te zien. Ja, dat was een mooi moment. Ik heb het net al aan andere collega's gevraagd. Kunstijs of natuurhuis? Maar als ik jou dan hoor, dan heb ik hier een natuurhuisman voor me staan. Niet, als het maar niet te lang rechtdoor is. Een beetje draaien en keren vind ik fijn. Bochten maken dus. Bochtjes maken. Oké, okay, dat kan in Giethoorn met de Holland-Venetië toch. Bedankt in ieder geval. Sven Faber, ook een van de mannen van het Haven Amsterdam schaatsteam. Sven, wat studeer jij nog? Ik studeer bedrijfskunde aan de VU. Oké, dus jij weet goed hoe alles economisch in elkaar gaat steken. Ja, dat is een van de dingen die moet beheersen inderdaad. Ja, dat is ontzettend belangrijk. Hoeveel jaar moet jij nog studeren? Ik zit in het laatste jaar, dus ik hoop het allemaal af te ronden binnenkort. Kijk het naar jouw sportieve gedeelte. Wat waren voor jou de laatste jaren mooie zaken, sportief gezien, waar jij op terugkijkt? Mooie dingen zijn dat ik 2 keer in de top 10 bij de eerste divisie ben geëindigd in het eindklassement. En regelmatig top 5 of... Kort rijden dus. Heb ik hier een natuurijs of een kunstijs schaatser voor mij staan? Een kunstijs. Dus ook echt op de baan gaat het gebeuren. Naast schaatsen zijn jullie ook wel bezig met materiaal. Want jullie ploeg introduceerde vorig jaar eindelijk zijn mooie helm in dat schaatspeloton. Ja, dat denk ik wel. We zijn erg trots op. Zeer licht en door het vizier is hij erg innovatief en ziet er erg goed uit. Ja. We zijn samen gaan werken met Casco. Dat is een Duits bedrijf dat erg gespecialiseerd is in helmen. En die heeft ons geholpen om de ideale schaatshelm te maken door vooral de ronde achterkant waar we mee rijden. En ze erg licht te maken, zodat we er eigenlijk geen last hebben van tijdens het schaatsen. Maar ze wel helemaal veilig zijn mochten we vallen of iets dergelijks. Ja, dat is dus een mooie ontwikkeling. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Jullie team is versterkt met de Willy Wortel van het schaatspeloton. Die al diverse bevindingen en uitvindingen gerealiseerd heeft. En ook vanavond zie ik een primeur. Want ik zie de schaatsprofessor al met een nieuwe helm op hier. Kom er even bij, Yamate. Wat zijn de ontwikkelingen in de helm die Yamate draagt? De versie die Yamaha draagt heeft iets meer gaten bovenin, waardoor er iets meer lucht circuleert en dus iets meer de warmte weg kan vloeien uit het hoofd. Dus het draagcomfort verbetert? Ja, precies. En daarnaast kunnen de verschillende vizieren op die van Yamaha, waardoor we altijd op de juiste weerssituatie kunnen reageren. Ja, en ik vind het in ieder geval een super iets, want in het verleden hield ik me bezig met wisselschaatsen, warmteschaatsen, dat soort dingen. Alleen nu heb je het stukje veiligheid en dat spreekt mij gewoon heel erg aan. Ik heb dit jaar ook veel schaatsles aan recreanten gegeven en kinderen en ik heb toch verschillende keren meegemaakt dat mensen op hun hoofd vielen en dan is een helm gewoon ideaal. Ja, dat is een mooie combinatie natuurlijk, al deze studenten om je heen. Ja, je moet je eigenlijk wel als een vis in het water voelen met mensen die de wereld allemaal willen verbeteren. Van bloedvaten tot snelle schaatsen, helmen, et cetera. Ja, het is echt een superleuke ploeg. Ja, ik bedoel, ik zie je weer behoorlijk glimlachen. Dus dat betekent ook dat het met de persoon Yamate Heideman heel goed gaat. Ja, het gaat goed. En we hebben zelfs eentje, die missen we nog, Johan Hendricks. En die is er vanaf zondag bij of vanaf morgen. En die,
Dat is eentje die studeert systeembiologie, dus weer een heel ander vak. Dat is wel bijzonder. We gaan ook even naar het sportieve gedeelte toe. Want het schaatsen staat natuurlijk straks einde jaar centraal. Seizoen 2013-2014. Is er al een plan de campagne gemaakt of zijn jullie eerst aan het samensmelten? Ja, we zijn als team gaan we steeds beter op elkaar inspelen. En ja, we zijn een vrijbuitensploeg en moeten gewoon proberen onze slag te slaan wanneer we die krijgen. En die zal vastkomen. De vrijbuitensploeg, krijgt ook een generaal, iemand die jullie aanstuurt? Ja, die krijgen we ook. En dat, dat wordt denk ik één deze dagen bekendgemaakt. We zijn natuurlijk benieuwd. We blijven het graag volgen. We wensen jullie natuurlijk als team bijzonder succes. Ja, en Sven, verwachten jullie zelf ook kennis van deze schaatsprofessor te mogen ontvangen in jullie team? Nou, we hebben al gemerkt dat Jan Maarten in ieder geval mee probeert te denken met onze ideeën en ons probeert verder te helpen. Dus dat is een mooi gegeven. Ja, wij wensen jullie allemaal heel veel succes in het komend seizoen.